Dit filmpje gaat over de fenomenologische kritiek op Daniel Dennett. Het sluit ermee aan bij de volgende eindtermen. Eindterm 22. De kandidaten kunnen uitleggen dat we, volgens Merleau-Ponty, niet alleen een lichaam hebben, maar ook een lichaam zijn. Daarbij kunnen zij uitleggen dat het lichaam kan worden opgevat als mogelijkheidsvoorwaarde voor de ervaring en als ankerpunt van het narratieve zelf. Plus, het gaat ook over eindterm 25. De kandidaten kunnen Dennett's gedachte-experiment van. Uh, Onder de aardkorst gestuurd worden, beoordelen aan de hand van het fenomenologische onderscheid tussen het objectieve lichaam, lichaam als subobject, en het geleefde lichaam, lichaam als subject. Nou, je ziet al dat het begrip fenomenologie een rol speelt in deze eindtermen, en dat begrip en de stroming die daaraan gekoppeld is, zal ook een belangrijke rol spelen in het filmpje van vandaag. En we beginnen met fenomenologie door te kijken naar het werk van de grondlegger van de fenomenologie, en dat is Edmund Husserl. En van Edmund Husserl komt de volgende befaamde uitspraak naar de zaken zelf. Daarmee bedoelt Edmund Husserl dat wij de zaken moeten ervaren zonder vooroordelen. En bij vooroordelen denken we al gauw, waarschijnlijk, ik althans wel, aan zoiets als bijvoorbeeld uh, discriminatie. In de zin dat we bijvoorbeeld van vrouwen denken dat ze wel niet goed in beta-vakken zullen zijn. Dus als je dan een vrouw ziet, dan ervaar je die vrouw als iemand die niet goed is in beta-vakken. Maar dat is een vooroordeel. Want je ziet helemaal niet dat ze niet goed in beta-vakken is. Als je er tenminste gewoon op straat ziet lopen. En dat soort vooroordelen, maar ook hele andere vooroordelen, die moeten we volgens Edmund Husserl vermijden. als we bezig zijn met wat hij dan noemt de fenomenologie. Want de fenomenologie is de filosofische stroming die probeert te beschrijven hoe zaken aan ons verschijnen. als we dus. Alle vooroordelen over wat dat dan is, wat we zien, ruiken, voelen, horen, proeven, als we die achter ons laten. Nou, in het boek komen drie fenomenologische denkers, drie fenomenologen aan bod. Allereerst Maurice merleau ponty die wordt in de lopende tekst behandeld, en Den Sahavi en Sean Gallagher, die met een oorspronkelijke tekst in het boek staan. En deze fenomenologen zijn vooral geïnteresseerd in het lichaam en stellen dus eigenlijk de fenomenologische vraag, hoe verschijnt ons lichaam aan ons? En daarbij baseren Sahavi en Gallagher zich zeker op het werk van Merleau-Ponty. En om duidelijk te maken wat deze drie fenomenologen eigenlijk allemaal denken over hoe het lichaam aan ons verschijnt, gaan we stilstaan bij een voorbeeld dat door Merleau-Ponty zelf wordt gegeven. Een voorbeeld is... Betreft de ervaring die je hebt, en dit kun je zelf ook thuis even nadoen als je dat wil, wanneer je je handen als het ware in elkaar wrijft. Of, zo kan je dat ook doen, wanneer je je eigen handen schudt, om maar zo te zeggen. Net zoals je ook zou kunnen doen als je iemand anders de hand schudt wanneer je hem of haar begroet. En wat je dan ervaart, om maar zo te zeggen, of kunt ervaren, is dat je rechterhand, de linkerhand voelt, het zou ook met links en rechts omgedraaid kunnen, als een object. Als iets dat ervaren wordt. Sta dan maar eens bij stil. Schud maar eens je eigen handen. En je merkt dat de rechterhand de linkerhand ervaart als een object. En die ervaring is vergelijkbaar met wat er zou gebeuren. Als je met de rechterhand bijvoorbeeld uh, een boek op zou pakken. Of misschien iets vergelijkbaarder. Een rubberen hand. He, ook dan ervaar je dat jouw rechterhand een object vastpakt. En um, dat de linkerhand daarmee ervaren wordt als een object Iets dat ervaren wordt. Nou, maar de linkerhand, zou je ook kunnen zeggen... die voelt de aanraking als subject. Dus van binnenuit zou je kunnen zeggen... kun je met de linkerhand ook ervaren... dat de rechterhand op de linkerhand drukt. Dus de linkerhand verschijnt aan de ene kant als een object... als iets dat ervaren wordt doordat je het met de rechterhand vastpakt. Maar de linkerhand... Heeft zelf ook een ervaring. Of de linkerhand, nee, die voelt in van de aanraking als subject. En dat is weer als iets dat ervaart. En Melo die beschrijft die situatie eigenlijk door te zeggen: Nou, wij zijn een lichaam aan de ene kant. Maar we hebben ook een lichaam. En beide dingen zijn juist over ons. En dat lichaam zijn, dat. Um, Ervaren we bijvoorbeeld als we gewoon een stukje gaan fietsen, en we zijn dat nog niet aan het we zijn dat niet meer aan het leren, maar we kunnen dat al goed, dat fietsen. Dan zijn we bezig met wat Merleau-Ponty dan noemt het lichaam als subject, of het geleefde lichaam. Dus als het gaat over het lichaam zijn, dan hebben we over dit lichaam het over het lichaam als subject, als dus iets dat ervaart. Of het geleefde lichaam, ja, dus het lichaam dat ervaart. Maar met name ook het lichaam op de achtergrond en daarom noemde ik ook daarnet dat fietsen als je dat al goed kan. Als je dat goed kan, dan ben je eigenlijk helemaal niet zo bewust van je lichaam. Je kunt dan bijvoorbeeld gemakkelijk een gesprek met iemand voeren terwijl je aan het fietsen bent en als het ware automatisch zonder dat je er erg in hebt, fiets je dan wel door en bereik je uiteindelijk je bestemming. Daarvan zeggen de fenomenologen ook wel dat dit iets pre-reflexief is. Voordat je erover nagedacht hebt, gaat dit eigenlijk al gewoon goed. En we kunnen daarbij wel zelfwaarneming ervaren, hè, zoals dat dan heet, proprioceptie. Wij kunnen onszelf in de ruimte plaatsen. We weten waar onze lichaamsdelen zijn, waar onze voeten enzovoort zijn, als we aan het fietsen zijn. Maar we hoeven dat niet te gebruiken om goed door te kunnen fietsen. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, wij zijn dan een lichaam. Met andere woorden, en het is goed om woorden hiervoor te zoeken, want dat is ook precies wat de fenomeenloop probeert te doen. We vallen in een zekere zin samen met ons lichaam. Heel anders is dat als we spreken over een lichaam zijn. En dat kunnen we mooi illustreren met als je op, uh, de eerste keer probeert om op een eenwieler te rijden. Je ziet al dat het voorbeeld, eh, de, de jongen in het plaatje, daar best wel moeilijk mee heeft en ook ondersteund moet worden. In dat geval zien wij het lichaam als een soort object of het objectieve lichaam. En dat is eigenlijk het lichaam dat ervaren wordt. Want op dat moment zijn we juist heel erg bezig met ons lichaam te positioneren. Kijken hoe hou ik mijn balans? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet van de fiets afval? En dan vallen we, om als je het zo te zeggen, niet samen met ons lichaam, maar ervaren we ons lichaam als een afstandje, als van een afstandje. Alsof we het echt aan moeten sturen. En dan zijn wij dus degene dat. Aanstuurt en het lichaam is hetgene dat aangestuurd wordt. En dus dan is het lichaam meer een object. Net zoals je ook een auto bijvoorbeeld aan zou kunnen sturen. Nou, ook treedt hier het lichaam dus juist heel erg op de voorgrond. Want je bent je juist heel erg bewust van je lichaam. Je bent heel erg bezig met je lichaam. En het valt juist niet weg terwijl je de buitenwereld, de wereld buiten jouw uh, lichaam, ervaart. Nou, wat heeft het onderscheid tussen lichaam als subject? Of objectieve lichaam of zo'n lichaamsobject dus objectief lichaam of lichaam als subject het geleefde lichaam nou te maken met dat gedachte-experiment van Dennett. Nou, voordat ik dat kan vertellen, eerst nog kort weer even het experiment hè. Dennett wordt naar de aarde gestuurd, naar onder de aarde gestuurd, althans het lichaam van Dennett, maar de hersenen van Dennett die blijven achter als een soort brein in een vat, maar de wetenschappers die Dennett naar beneden sturen hebben ook een kopie van zijn gemaakt, zo stelt Dennett zich voor, in een zogenaamde supercomputer. En de vraag is dan, die je zou kunnen stellen althans, is Dennett in de supercomputer? Een nou, fenomenologen, ponty Sahavi, Gallagher zouden allemaal zeggen, nee, dat is niet zo. Want uh, laten we eerst eventjes bedenken dat een zelf iets is dat ervaringen heeft. Hè? Dus jij kunt nu zeggen... Uh, dat jij nu luistert en kijkt naar dit filmpje. En dat jij dat bent. Dus dat een zelfervaring heeft. Dus in dit geval de ervaring van het kijken en luisteren naar het filmpje. Maar, zeggen de fenomenologen, en dit is een belangrijke punt: hè, alleen een lichaamsubject heeft ervaringen. Hè, voor die ervaring heb je ogen nodig. Voor die ervaring heb je uh, oren nodig. Dus alleen een lichaamsubject heeft dit soort ervaringen. Dus zou je kunnen zeggen: een zelf is een lichaam-subject. Maar een supercomputer is natuurlijk geen lichaamsubject. Nee, dat is helemaal niet eens een lichaam, dat lijkt ook helemaal niet op een lichaam. Met andere woorden, een zelf is geen supercomputer en haar ook niet in. Dus het idee van Dennett dat zijn geest gekopieerd zou kunnen worden naar zo'n supercomputer... daarvan denkt hij wel dat hij zich dat voor kan stellen, maar eigenlijk kan hij dat niet. Dan zou je kunnen denken van, nou ja... Uh, wat bedoelen ze daar nou eigenlijk mee, precies die fenomenologen? Hè? Met zo'n lichaamsubject. En wat voor verhouding tussen lichaam en geest stellen zij zich dan eigenlijk voor? Nou, waar ze duidelijk tegen zijn, en dat zag je daarnet ook al, is tegen Cartesiaans dualisme. Dus tegen het soort dualisme waar Descartes voor is. Hè? Waarbij lichaam en geest gescheiden kunnen worden. Want zij zeggen natuurlijk juist: lichaam en geest kunnen niet gescheiden worden. Maar misschien denk je dan, hmm. Zo'n opvatting, die heb ik eigenlijk al eerder gehoord. Bijvoorbeeld bij een breinreductionist als uh, Dick Swaap, die zegt, hè, wij zijn ons brein. Wij zijn dus in ieder geval een deel van ons lichaam. Maar dat is ook niet, en dit is belangrijk, wat de um, fenomenologen denken. Want ze zijn ook tegen wat Sahavi en Gallagher dan Cartesiaans materialisme noemen. De geest is niet terug te brengen tot het lichaam. Je kunt niet zeggen van, nee, oké, okay, die geest is dan daar in het brein of zo. Nee, zegt iemand als Merleau-Ponty, het lichaam is ambigu. Het lichaam is nog duidelijk geestelijk, nog duidelijk uh, lichamelijk, of juist eigenlijk allebei. Met andere woorden, je gaat hier uit van een soort tweedeling. Je hebt aan de ene kant de geest en aan de andere kant het lichaam. En dan ga je je afvragen, hoe passen die twee bij elkaar? Oh, ze kunnen gescheiden bestaan. Oh nee, de geest is gewoon het lichaam. Maar dat is juist precies een vooroordeel, hè? en daarom. Uh, is dat typisch iets waar de fenomenologen zich tegen verzetten? Want het lichaam is juist ambigu. Je zou ook kunnen zeggen: het geleefde lichaam is eigenlijk van een derde uh, categorie. Die niet valt hè, onder zomaar lichaam, zuiver lichaam of zuiver geest. En dat je dat denkt, dat is een soort vooroordeel. Maar als je stilstaat bij je ervaring, merk je hè, dat je te maken hebt met een lichaam zijn en te maken hebben met een lichaam hebben. En dat het dus eigenlijk beide aspecten in zich draagt. Iets geestelijks, iets lichamelijks, tegelijk. Nou, We zouden ook nog voort kunnen borduren op dat werk van um, Melo ponty En eigenlijk zeggen, kijk, um, misschien kunnen we toch wel een soort verbinding maken... tussen Dennett's opvatting over het zelf als narratief vaartepunt en dat lichaam. Want Dennett lijkt eigenlijk te zeggen dat dat zelf niet per se een bepaalde plek nodig heeft. Natuurlijk zegt hij wel dat zelf zit, hè, ook, waar jou, um, ook waar jouw lichaam zit. Maar desalniettemin zegt hij niet dat zelf is een lichaamsubject. En hij suggereert ook dat het lichaam optioneel is. Maar het werk van de fenomenologen suggereert juist dat dat niet kan. Het lichaam is eigenlijk het ankerpunt, zou je kunnen zeggen, waar al onze verhalen omheen draaien. En ook de mogelijkheidsvoorwaarden, dus wat mogelijk maakt dat wij ervaring hebben, waardoor we iets hebben om een verhaal over te vertellen. Kijk bijvoorbeeld als je zegt: Ik ben moe, dus ik ga naar bed. En dan zie je twee keer ik voorkomen. Nou, dat gaat dan toch over jezelf. Maar dat zelf heeft blijkbaar ervaringen die heel nadrukkelijk met het lichaam te maken hebben, zoals moe zijn en daardoor naar bed willen gaan. Of dat je bijvoorbeeld zegt ik ben in het verkeerde lichaam geboren. Dit is niet mijn lichaam. Ik moet bijvoorbeeld hè, een ander geslacht hebben. Of dat je zegt, ik stond er trots als een pauw. Waarbij je eigenlijk zegt: doordat je lichaam een bepaalde vorm aannam, kwam er een ervaring. De ervaring dat je trots was. Of mijn wereld is heel klein, nu ik niet meer kan lopen. Voor iemand die bijvoorbeeld in een rolstoel is terechtgeraakt en daardoor minder makkelijk kan manoeuvreren. Al deze dingen spelen zich allemaal af rond het lichaam. Dus de verhalen die wij vertellen zijn eigenlijk de verhalen die voortkomen uit de ervaring die wij als lichaamssubject hebben. Dus daarom zou je dus dat lichaam als een ankerpunt voor die verhalen kunnen beschouwen. En daarmee heb je uh, wel is waar een zekere aansluiting bij het verhaal van Dennett, maar tegelijkertijd staan die fenomenologen daar lijnrecht tegenover, omdat zij uh, ontkennen dat zo'n lichaam optioneel is. Het lichaam is essentieel en zonder lichaam.